En de actie van het personeel bij de Anton de Kom Universiteit wordt morgen mogelijk opgeschort. De bond onder leiding van Hugo Blanker heeft vandaag een principeakkoord bereikt met het bestuur van de universiteit. De werknemers zijn vanaf vrijdag in actie omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop ze worden behandeld door de leiding van ADEC. Om hun ontevredenheid kenbaar te maken hebben ze sinds maandag de ingang van de universiteit gebarricadeerd. Sunil Sugnanden, woordvoerder van de bond, zegt dat het bondsbestuur de leden morgenochtend zal informeren over het principeakkoord. Indien zij tevreden zijn met het resultaat, wordt de actie opgeheven.